Ta-ta-ra-ta-ta! Het is Peter Heerschop. Goedemorgen, Peter. Lieve Marianne en lieve politiek, maandag 16 september... in de wedstrijd PSV Vitesse heeft Daniël Malen 5 doelpunten gemaakt. Dat is veel hoor, 5 doelpunten in 1 wedstrijd. Ik ken genoeg spelers die het niet lukt in een heel seizoen. Zelfs niet in hun hele carrière. Sterker nog, ik ken mannen die helemaal nooit op voetbal hebben gezeten. Die gingen liever bij de scouting. In Bussum hadden we daar een naam voor dat soort jongens... maar daar gaat het nu niet om. Geweldig gedaan van Malen en dan speelt er ook nog Iataren. Primoz Roglic, kopman van de Jumbo-Visma-ploeg... heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Maar, vroeg een vriend aan mij... waarom moet ik daarvoor juichen? Dat is toch een Sloveen? Ik ga toch niet voor een Sloveen juichen? Ik zeg, jawel, hij rijdt voor een Nederlandse ploeg. Hij zegt, dat zal wel, maar ik zie 100 keer liever een Nederlander winnen. Ik zeg, oké, maar stel, je bent voor Ajax... en Tadić scoort dit seizoen in de halve finale van de Champions League... in de laatste minuut tegen Tottenham de winnende 3-2. Zeg je dan ook, ja, maar het is een Serviër... Zei hij nee, dan pak ik degene naast me vol op zijn bek... en ik noem het eerste kind dat ik krijg Dusan. Kijk, dat is het verschil tussen voetbal en fietsen. Het was afgelopen weekend Nationale Tuinspinnenteldag. Winnaar was dit jaar voor de 167e keer de kruisspin. De kruisspin wint namelijk altijd. Maar dan zeg ik, ja, dat kan niet anders... want hoeveel andere spinnen ken je van naam? Ik bedoel, op 2 staat de grote trilspin... op 3 de venstersectorspin... allebei vlak voor de herfst hangmatspin en de gewone strekspin. Zeg eens eerlijk, hoeveel spinnen ken jij van naam? Ik ken naast de kruisspin alleen de tarantula. Ook omdat ik iemand die ik goed ken soms die naam geef. Maar ik kan niet zeggen wie, want mijn VROUW luistert zelf ook wel eens mee. De uitdrukking gouden eeuw mag niet meer. Dat was allang niet voor iedereen namelijk een gouden eeuw. Het was ook veel armoede, maar je kunt het ook niet de armoedige eeuw noemen... want niet iedereen had het armoedig. Dus ik stel voor, haal er 1 letter af, noem het de oude eeuw. Nou, dat klopt in ieder geval en dan ben je van alle gezeik af... voor we daar weer jaren over gaan hebben. Dinsdag 17 september, het is Prinsjesdag... en dan spreekt de koning de troonrede uit... Waarom heet het dan Prinsjesdag? Noem het dan Koninkjesdag. Maar goed, daar gaat het niet om. De koning spreekt de troonrede uit met de plannen van het kabinet. Maar de tekst die hij uitspreekt is ervoor allang uitgelekt. Dat vind ik lullig voor de koning. Die zit daar dus gewoon oude meuk voor te lezen. Ik kan me heel goed voorstellen dat Willem-Alexander volgend jaar... zo gauw hij de tekst krijgt, een paar dagen ervoor de boel gelijk opneemt... en een week eerder op zijn eigen YouTube-kanaal post... als aanpak van dat kinderachtige gelek. Kijk gewoon op Maxima Channel met de groeten van kapitein Roodbaard. Woensdag 18 september. Steeds meer sauna's in Nederland hebben tegenwoordig 1 of meerdere badkledingdagen. Mensen gaan gewoon niet meer graag naakt in de sauna. Het wordt steeds preutser. Ik ken zelfs al mensen die poepen met hun broek aan. Het is dat niet naakt meer willen is al zeker 10 jaar geleden begonnen in de voetbalkleedkamers. Daar werd opeens onder druk van bepaald geloof en daarmee samenhangende schaamte gedoucht in onderbroeken. Nou, ik niet hoor. Wij van STO in Bussum vonden het heerlijk om te douchen in de blote kont. Sterker nog, een aantal spelers van mijn team speelden de laatste 5 minuten al met vrij zwaaiend gereedschap. Sterker nog, dacht je echt dat onze grensrechter het laatste kwartier nog een vlaggetje had? Wel nee, die knoopte een vaantje aan zijn lul en die liep te hopen dat het buitenspel was. En daarna was het met z'n allen naar de kleedkamer en laat maar stromen dat water. En naakt en zingen en polonaise als de olifantjes. Ik zeg niet dat het in de sauna ook moet, ik zeg alleen dat het is veranderd. Ajax heeft gisteravond in een schitterende wedstrijd met 3-0 gewonnen van Lille. Waarschijnlijk hadden de spelers van Ajax een weddenschap over wie de meeste hakjes, kapjes en zogenaamde Zidane zou maken. En dat hoeft allemaal niet, maar het plezier spatterde vanaf. Heerlijke wedstrijd, maar natuurlijk niet volgens Johan Derksen. Die vond het allemaal enorm tegenvallen. Ik vermoed van Johan Derksen dat die Duitse Kroes uitsluitend gekleed in een goed geoliede ritsluiting ook nog een tegenvallend beeld kan vinden waar hij hem niet van omhoog kan krijgen. Johan vindt waarschijnlijk dat films van Tarantino het niveau van Bassie en Adriaan niet overstijgen. Hij vindt Van Gogh een middelmatige vingerverver en Nadal en Federer eigenlijk meer campingbadmintonners dan zogenaamd fantastische tennissers. Zal allemaal wel, ging ook best veel mis, maar het was een heerlijke wedstrijd. Donderdag 19 september nog even over de troonrede. Ik weet niet wat Johan Derksen ervan vond. Ik vond het wel een goede troonrede. Bijvoorbeeld het volgende stuk, ik lees nu voor, net als de koning. Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers... maar bepaalde gebeurtenissen bepalen je leven veel meer... dan een koopkrachtcijfer, een groeipercentage of een belastingmaatregel. Dat vind ik ook. Want ben je met een koopkrachtstijging van 2% ook 2% gelukkiger?
Is er met een belastingverlaging van 3% ook minder zorg over een gepest kind, een zieke vader of een bedreigde advocaat? Meer dan getallen is wat we voor elkaar willen doen. Nou, en dat wil ik nou ook graag geloven. Daar wil ik ook vertrouwen in hebben. Zeker, de troonrede is nog niet uitgesproken, of je weet al dat de oppositie het niks vindt. Geert Wilders noemt de plannen van de regering verschrikkelijk. Lilian Marijnis noemt de troonrede een misser. Volgens Henk Grol zijn dezelfde mensen weer de grote verliezers. Het is allemaal zo voorspelbaar. Maar in ons hart weten we toch wel of iets echt goed is of iets echt mooi. Je kunt eindeloos discussiëren over cijfers en percentages, elkaar overal de schuld van geven, maar als iets echt goed is, dan zijn we daar toch over eens. Als iemand vertelt over een mooie ontmoeting, dan weten we gelijk, ja, dat was inderdaad mooi. Als de liefde van je leven binnenkomt, dan herken je die toch gewoon. Tuurlijk denk je wel, kut, hoe vertel ik het thuis? Maar je hebt het toch herkend. Als een advocaat wordt doodgeschoten omdat hij advocaat is, dan vinden we dat toch allemaal erg. Een gezin dat achterblijft, familie, vrienden, van een advocaat, de belangrijke pion van de rechtsstaat. Omdat wij het zeer terecht vinden dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. En het staat voor iets wat we allemaal willen beschermen. We zijn het misschien niet direct eens op welke manier, maar we weten dat het uiteindelijk gaat om veiligheid en vertrouwen. Er zijn gewetenloze uitzonderingen en die moeten keihard worden aangepakt. Maar wij van de liefde zijn toch met ongeveer 17 miljoen meer. Vrijdag 20 september. Soms is er een verhaal van een voetballer met een carrière als een rock'n'roll artiest. Een voetballer met verhalen die vergelijkbaar zijn met de autobiografie van Keith Richards. Een voetballer die niet alleen heel goed kon voetballen, maar een meester was om alle grenzen eromheen enthousiast op te rekken. Fernando Rixen, voetballer en levensgenieter, kreeg opeens ALS. Hij werd een boegbeeld van de ziekte en zag in nederigheid opeens de schoonheid van de kleine dingen die hem resten. Deze week is hij overleden aan ALS. Die grens kon hij niet verleggen. Ik sprak hem 2 jaar geleden. Ik vroeg wat ik kon doen. Fernando zelf kon nog maar moeilijk praten. Een vriend van hem stond naast hem en zei: ik kan vooral luisteren, een beetje lief zijn en voor jezelf proberen te begrijpen waar het uiteindelijk om gaat in het leven. Nou, volgens mij zijn we daarover allemaal eens. Dus dan hoef je niet keihard persoonlijk op elkaar in te hakken, maar samen te zoeken naar de beste oplossing. Tot volgende week.